Welkom bij Bollestreek van toen. Een programma dat wij maken samen met historische verenigingen en instellingen. En mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Bollestreek. Vandaag de gast, Aad van de Geest. Welkom Aad, fijn dat Dank je er weer je bent. Dank je wel Wilma. Waar ga je het vandaag over hebben? Wij, wij gaan het vandaag met z'n allen hebben over Jacoba van Beieren. Ja. Dat spreekt denk ik tot ieders uh, verbeelding. Een sterke vrouw. Een, een vrouw die niet een makkelijk leven heeft gehad. Nee, ze heeft het zichzelf ook niet altijd makkelijk gemaakt. Oh. Maar de omstandigheden waren ja, er ook niet. Het had. was dus dubbel, dubbel op. Ja. Maar goed, jij gaat ons er meer over vertellen. Aan de van heel veel plaatjes, dat vind ik altijd leuk. Ja. Ik hou van beeld, ja, zullen we maar ik, zeggen. Ik, ik ook wel. Waarom wilde je dit? Hoe kwam je op haar spoor, Raad? Um, nou, eigenlijk de PR-man van de theaterschool uh, Tijlingen in, in Saarsheim. Ja. Heet Theater Tijlingen nu, hè? Oh, de theater. School mag eraf te oh, de duwen. school ja. is er al af. Het is nu echt theatertijden. Iedereen kent het al. Ja, ja nee, dan is de school <laughs> geweest. Uh, die vroegen mij of wij, uh, van, omdat ik van de Stichting Oud-Zarsaheim ben. elkaar een beetje konden versterken of helpen. Of Want zij gaan een voorstelling brengen. Zij gaan in uh, mei gaan ze een voorstelling. Uh, Gravin doen. van Holland. Gravin van Holland, Jacoba van Beieren. En uh, toen heb ik gezegd: van joe, uh, als ik nou een. Uh, een PowerPoint maak over haar leven en, en uh, de beslommeringen waar ze mee gedeeld heeft. Ja. En ik uh, doe dat in april, uh, zeg maar in de inloop in de bij de stichting oud Sasheim. Altijd elke eerste donderdag van uh, de maand. Ja. Dus uh, in uh, april gaan we dat doen. En jij legt wat folders neer. Dan heb je een mooie samenwerking. Dan heb je het begin van de samenwerking. Maar het moet wel gezegd worden: jij brengt een reëel verhaal, ja. realiteit. En in, in, in een voorstelling mogen ze er een beetje mee aan de halen. Hè? Dat is, uh, dichterlijke, dat is uh, de, de kunstenaar in het theater. De dichterlijke vrijheid is altijd toegestaan. Op oh, winnen, zo is natuurlijk. dat. Ja. Dat is niet per se maar als waarheid. als historicus wil je het verhaal. Juist, dus, dus dat ga jij doen vandaag. Dat ga ik proberen. Hier zien we haar. Hier zien we Jacoba. Hoe oud was ze toen? Enig idee. Nou ja, dit is uh, toch wel een beetje aan het eind van haar leven. Het is een plaatje uit de latere tijd, wat uh, recentelijk toch weer een beetje opgepimpt is. Want uh, ze is maar 35 geworden, zien we? Ze is maar hier. 35 geworden. Ze is geboren in Le Queno Quen Quen no. Ik moet het goed uitspreken: met Queno? Ja, Quénois. Ja? In ieder geval niet op 16 juli. Uh, oh! Iets eerder. En 16 juli klopt ook niet, het moet 17 juli zijn. Ik ben nog een beetje aan het sleutelen. Oh! Maar uh, 17 juli is de naamdag van de heilige Jacobus. Ah. En zij is net daarvoor geboren en ze hebben haar vernoemd naar Jacobus. Dus uh, op zijn Frans Saint-Jacques. En zij tekende haar hele leven met Jacques de Bavière. Zo? Ja, dus Jacques komt van Jacqueline. Jacqueline de Bavière, maar het was altijd Jacques, ze tekende met Jacques. En van Beieren? Beieren ligt in Duitsland? Komen we zo aan. Oh, oké. Okay. Kunnen en, we door? Jij nee, zegt, nee, nee. Oh, we kunnen nee, nog nee. niet door. Jij geeft aan wanneer we doorgaan. Dus ze is geboren in Henegouwen. Ja. Dat ligt in Noord, tegenwoordig in Noord-Frankrijk. Toen uh, hoorden het eigenlijk bij het. Uh, wat Vlaams sprekende gedeelte van ja, wat later uh, België zou gaan worden, een beetje op het punt van Vlaanderen en Brabant, en daar nou lag het een beetje onder. Dat zien we wel op het volgende plaatje. Sis gestorven op Slot Ja. Kijk daar uh, in dat uh, groene kaartje, in oh, het rood bovenin een beetje, daar ligt Lucken. Ik weet nog. En het plaatje rechtsboven is de oude uh, kasteelpoort. Maar die is tegenwoordig opgenomen in de stadsmuur van, van dat plaatsje. Oké. Okay. Uh, er is uh, op zich niet heel veel meer over van het oorspronkelijke kasteel. De kelders die staan, er, die staan er nog wel, gedeeltelijk. Het is mogelijk dat Jacob daar rondgelopen heeft. Oké. Okay. Dat is op zich wel aardig. Natuurlijk. Ja, dat heb ik ook niet geweten. Ja, en als we dan de volgende zien. Uh, dit is het kasteel zoals het er vandaag aan de dag uh, bij ligt. En dat linkse witte gebouwtje, daar zie je een boog. Ja? En die boog dat was uh, in haar tijd onderdeel van de kapel. Van de kapel waar Jacoba gedoopt is. Haar moeder Margrethe van Bourgondië heeft die kapel laten bouwen. Daar is Jacoba later uh, in uh, gedoopt. De rest van de gebouwen uh, is weg. En, en zij is... was enig kind, hè? Zij was enig ja, kind. Ja. Na vijftien jaar huwelijk Zo. van haar ouders kwam in een Jacoba. Dat moet toch als een zegen hebben gevoeld? Natuurlijk. Ja. Als je leest hoe dat wiertje in elkaar zat met, met verse eendendons en goud en, en belletjes. En... Ja. ja. Dat was uh, pracht en praal. Ja. Dus dit is de. Mooi. De, maar wat is hier nu nog van over? Nou, dit staat er nu op dit moment. Opnieuw waarschijnlijk. Ja, ja, ja. helemaal gerestaureerd. Ja. Ja. Het ziet er wel fraai uit. Ja, het is, het is, het is mooi. Uh, dit zijn haar, haar ouders. Ja. Willem de van, van Beieren en Margaretha van, van Bourgondië. Ja. En die, uh, die Willem van Beieren die heeft natuurlijk indirect... en dat gaan we zo wel zien... Uh, toch weer Hollandse roots. Dus... Ja. En wat een belangrijk onderdeel is van het hele verhaal van, uh, van uh, Jacoba, is natuurlijk, ze zat midden in de Hoekse en de Kabeljauwse Twisten, dat was natuurlijk een gigantische burgeroorlog. Ja. En dat begint eigenlijk bij, bij Willem IV. Uh, in 1345 gaat hij uh, strijden met alle Hollandse edelen tegen de Friese, en dat verliest hij. En dan hij gaat uh, hartstikke de pijp uit. Uh, maar Lodewijk uh, van Beieren, de toenmalige keizer van het uh, Roomse Rijk, die was, die was op van Holland. Dus mm -hmm. die had het wel voor het zeggen hier. En die gaf het gebied uh, aan, aan zijn vrouw Margrethe van Beieren van Holland, moet je er eigenlijk bij zeggen. En Margrethe was de zus van de overleden Willem. Ah. Die samen met, met uh, die andere Willem uh, daar, daar uh, in, hoe heet het, in, in Friesland... Uh, Gesneuveld, gesneuveld was. Gesneuveld was ja. En die Hoekse kabeljauw die duurden van 1345 tot 1492. Wat een tijd. Zeg. Ja, dat is best wel een heel tijd. Het ging wel af en op en af, maar het heeft toch bij elkaar wel zoiets ongeveer geduurd. 150 jaar. Ja. Nou, dat is een tijd. Nou ja, we hebben 80-jarige oorlog gehad. We hebben we ook gehad? We hebben vijfjarige oorlog gehad. Ja, we hebben we ook gehad. Ja. Maar ik, wist, ik kan me niet herinneren dat het zo lang was. Ja. Nou, het is de officiële cijfers. Hè? De, ja, er waren natuurlijk periodes waar het rustiger niks... was. Ja, maar ze waren ja. continu. Dus Marguerite, de moeder van Jacob van Beieren was de zus van Willem de... Graaf Willem IV. Ja. ja. Oké. Okay. Dit zijn dus, dus een klein overzichtje, uh, de hoeken. Um, moeder Margaretha van, van uh, Henegouwen. Uh, en de zoon. Dus dat is Willem V. We gaan even een stapje terug in, in, de, in de tijd. Mm. En die, die lagen eigenlijk met elkaar overhoop. En de moeder, dus dat is uh, na 1345 zeg maar, ja. die uh, stond voor de hoeken. En de zoon stond voor de, de dus kabeljauwen. is ook nog een familietwist eigenlijk. En eigenlijk, eigenlijk was die moeder natuurlijk ook gewoon een, een, een van Beieren qua huwelijk en, en afkomst. En dat wapen van Beieren dat deed denken aan de kabeljauwen. Je ziet, als je een beetje uh, fantasie hebt, dan zie je, je er een soort uh, in. Ja. vis in. Ja. En, en hoe heet het? Uh, de moeder die kreeg de plattelandsadel en, en bepaalde steden mee. Alhoewel in de strijd kon dat ook weer switchen hoor. Dus het is geen absolute uh, opsomming. En uh, Willem V die had de stedelijke adel en weer andere steden. Maar ook dat, bij hem kon het ook switchen. Soms en. werden die steden veroverd en dan liepen ze gewoon over. <laughs> en waar kwam het woord hoeken trouwens vandaan? Met een hoek kan je een jou vangen. Oh. oh. Dus het was uh, eigenlijk haat en neid. Ja. Beetje, kinder, beetje kinderachtig, maar ja, toen waren ja, ze Heel misschien... kinderachtig. Ja ja, 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 ja. Of vonden ze dat leuk om ruzie ja, te maken ik, en te vechten? Ik, en uh, was... verveelden ze zich of zo? Ja, nou, het was niet leuk, want er sneuvelden heel veel mensen ja. over. ja. Ja, dit is dan uh, uh, even de stamboom ja. van Jacoba, die zie je onderop. Uh, tweede links van boven, dat is Margrethe van, van Henegouwen, dat is de overgrootmoeder. Ja. Maar dat is weer een nakomeling van Aleid van Holland. En Aleid was de zus van Roomskoning koning Willem II, onze graaf Willem II, die Roomskoning koning over het Duitse Rijk was. Ja. Dus het, het zit wel wat verder weg, maar er zit een bloedlijn in. En uiteindelijk kom je dan uit eh, onderop eh, bij Jacoba. Het is wel fijn even, zo'n overzicht. Dat ja, je denkt, oh ja, zo zat het. Zo zat het, ja. Ja, dat, dat is, uh, ja want je hoort al die namen willen vieren. En dat moet dan in je hoofd. En dan denk je, nee, nou, nu zien we het even. Al die namen en al die jaartallen, dat is wel verwarrend ook. Ja. Nou, wat kon Jacoba als kind... Nou, ze en ze, ze, ze mocht niet zo heel Ze mocht lopen op de binnenplaats. Nou, zeg, tutut. Ja, ja, ja. Tutut. ja, ja, ja dat mocht ze. En, uh, uh, als we nou het volgende plaatje doen. Dat mag ze trouwens nog steeds in de keukenhof elk ja, jaar. Daar komen we ook nog op. Wandelen uh, met haar bloemetjes. Daar komen we ook nog op. Wat ze wel moesten was studeren. Uh, we weten zeker dat ze Latijn en Frans uh, moest leren. Latijn, dat was uh, toch wel uh, noodzakelijk. En Frans was haar moedertaal. Of ze Hollands gesproken heeft, of Middel-Nederlands toen, of Diets eigenlijk heette het toen. He, de Engelsen zeggen nog steeds Dutch. De Dietse taal, dus de voorloper van dat Hollands, dat weten we niet helemaal zeker. Is er ze... niets over verder? N -n niet veel. Ze zal, ze zal best wel een paar... Kijk, haar moeder was Franses, en ze is opgevoed bij haar moeder, want die vader was altijd al. Ja, dus ze spreekt ze Frans, dat is duidelijk. Dus ze spreekt eh, Frans, spreekt ze vloeiend. En Latijn moest ze leren. Nou ja, eh, hoe heet het? Ze, ze mochten dan ook nog leren dansen en een beetje muziek maken. En bovenop rechts staat zelfs een tol en een karretje afgebouwd. Dus ze mochten ook een beetje ontspanning. Een eh. beetje spelen, mocht ja, ook een beetje ja. spelen. Maar leren, leren stond wel hoog in het Leren een beetje wandelen. En ja. Lijkt me zo saai. Hè? En dan was dat leren misschien juist wel leuk. Een beetje leren. Ja. En muziek maken, dat mochten ze ook. En linksonder, ze moesten bidden. Ze bleven bidden. En, uh, en, uh, en weven, en, ziet daar ja, een weefgetouw. Ja, ja, handwerken moesten ze kunnen. En uh, muziek maken, bidden. Dat, Spinnen. Dat, dat waren wel, wel hele uh, voorname dingen die de adellijke dames en de meisjes en uh, de jongens ook, dat gaat niet om, uh, mee bezig werden. Hoewel de jongens ook al heel vroeg moesten leren vechten met zwaard en, en lans en paard. En maar de taken voor de meisjes lagen duidelijk wel iets anders. Ja, ze hoefden niet de afwas te doen. Nou, dat zal niet. Nee, en aarpels, nou, de aarpels waren er nog. En niet wat in. voor geloof waarschijnlijk? Uh... Uh, christelijk geloof, katholiek. Ja. Ja. Nou, hier zien we Jacoben nog een keer. Er uh, is ook weer zo'n afbeelding uit, uit latere tijd hoor. En dit is haar persoonlijke wapen. Je ziet weer die ruiten van Beieren. Je ziet de Hollandse leeuw. En in het midden is het wapen van, van Arkel. Jan van Arkel was de laatste. Arkel, die uh, van de kabeljauwen, die. Uh, die eigenlijk dwarslag tegen de, de graaf van Holland haar vader dus en haar vader die veroverde dat kasteel en dat, dat landgoedje waar die jongens zaten en om wat voor reden dan ook heeft hij dat in zijn wapen opgenomen ook bij heeft dat overgenomen dus dat middelste rode ding met die dingetjes dat zijn arkels. maar daar zie ik dus dat die kabeljauwen in dus ook ja 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 dat is het wapen van Beieren. dus haar moeder dat was een Burgondische. Precies, die, nou, die had dit wapen niet. Nee, oh, precies. Nee, dit is wapen van Beieren. Ja, ja. Staat er ook onder? Ja, ja, ja. Ook, uh... ja maar ik probeer dan even dat vorige plaatje ja. te plaatsen, weet je wel. Ja. Grappig. Nee, die, met, met, met haar moeder komt eigenlijk die filips van Burgondië, die straks haar graafschappen uh, inpikt, eigenlijk om de hoek kijken. Ik zeg niet dat het de schuld is van de moeder, maar die heeft wel die Burgondiërs naar deze kant gehaald. Ja, 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 ja. Uh, op haar vijfde verjaardag, vijfde of zesde, wordt ze uitgehuwelijkd aan, aan Jean de Touraine. Oftewel, uh, Jan van Touraine. Uh, dat was de tweede zoon van de Franse koning. Maar zijn oudere broer, die koning zou worden, die uh, kwam te overlijden. En toen was hij kroonprins. Dus Jacoba zou koningin van Frankrijk geworden Precies. zijn. Maar op ze uh, 16e, 17e, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, uh, is die overleden? Ook. Ja, waarschijnlijk een complot, zegt men, maar het is niet te bewijzen. Waarschijnlijk is hij vergiftigd. Maar goed, Jacoba was dus in 1417, toen was ze 16, was ze weduwe. Uh, ze werden heel vroeg aan elkaar uitgehuwelijk, maar het, het, het huwelijk werd, uh, dan werd ze officieel beslapen. Dan was ze 15 of 16. En dan was het, uh, het huwelijk, zeg maar, uh, in, in, ja, officieel geldig verklaard. Dus heel jong getrouwd. En heel getrouwd. jong weduwe. En, en, en in, in 1417 op de 16e al, al weduwe. Dus iemand wilde waarschijnlijk niet dat zij koningin zou worden. Of hij koning. Of hij koning, maar ja. Ja, dan zou zij... Ja. Ja, als hij koning had geworden, had zij koningin Ja, iemand was. wilde dat misschien niet. Nee, maar... Dat dat zij... wij... Er zijn zoveel complottheorieën en vergiftigingen. Ver, al de ringen, en, ringen waar je, vergift, en, zo, weet en, je wel. en moordpogingen uit die tijd bekend. En dit was het, uh, het wapenschild van, van, de, van de kroonprins. En waarom een dolfijn? Uh, in de Frans is de kroonprins de dauphin. Oh, en dauphin, de dauphin is Frans voor dolfijn. Dolfijn. Goed dat je dat weet. Leuk. Nou, dan is ze weduwe. En wat mag ze dan gaan doen? Dan mag Jacoba op valkenjacht. Dat is bekend van haar. En dan uh, mochten ze onder begeleiding van uh, een hele menigte, mocht ze met een valkje, mocht ze, mocht ze op valkenjacht. En als we nog verder gaan... Mooier is zo'n plaatje. Ja, ja, het is wel leuk, ja. Dat wordt nog steeds ook in de Keukenhof gedaan, toch? Met die dieren, Ja, met die, uh, dieren, wilde ja, met die valkeniers. Ja. Ja, die zijn er, uh, die zijn er best vaak aanwezig. Ja. Vissen mochten ze ook in een klein stroompje. Wel de mannen aan de ene kant en de dames aan de andere Tuurlijk, kant van de rivier. stel je voor. Ja. Anders werd het wel heel erg eng. <laughs> dit, is, dit is een wandtapijt. Dus oh, hoe, een wandtapijt. Hoeveel steekjes zouden erin zitten? En waar hangt dit? Dat weet ik niet. Oh. Ja, dat werd, om de muren te warmen, hè. Het ja. was erg koud in ja, de winter. Ja, dat deden ze inderdaad. Ja. ja. En <laughs> toen uh, was uh, Jacoba was 17 of 16. Uh, Weden we? En Willem VI, die wist dat hij niet oud zou worden, die man die had, die had iets. En de Roomsko, uh, koning op dat moment van het, uh, van het uh, Duitse Rijk was Sigismund. En daar probeerde hij steun te krijgen omdat Holland eigenlijk een zwaardleen was. Dus dat betekent dat alleen mannelijke opvolgers kunnen opvolgen en geen vrouwelijke opvolgers. Maar hij had alleen maar een dochter. En hij denkt: straks heb ik uh, Zeeland, uh, Holland, Henegouwen. En dan gaat het naar een vreemde in plaats van mijn eigen kind. Dus hij probeerde uh, bij, bij die er wel het uh, voor elkaar te krijgen dat, dat Jacob als zijn opvolger geaccepteerd zou worden. Maar hij had nog een jongere broer, Jan van Beieren, die, die Willem VI. En die Sigismund die zegt van ja, moet je goed luisteren, het is een zwaardlijn. Straks als jij er ooit niet meer zou zijn, dan gaat het toch naar Jan van Beieren. En, uh, en dat was de jongere broer. Ja, van haar en toen vader. Willem, toen Willem de, de Zesde was overleden in 1417, toen uh, werd ze in Hedengouden gelijk ingehuldigd. Die stonden helemaal achter haar, er was geen enkel probleem. Maar toen moest ze ingehuldigd worden als, als gravin in Holland en, en Zeeland. Toen, uh... En toen leidde de Hoekse en de Kabeljaafstwister weer heerlijk op. Die dacht een dame aan het hoor, dat wordt hem niet. En toen kwam Jan de Vierde van Brabant. Ja, dat was de tweede echtgenoot van Jacoba. En er was een neef van haar. En daar moesten ze pauselijke dispensatie voor krijgen. En dat is ook weer het wapenschild van, van Jan uh, van Brabant. Maar ja, Jan van Brabant, dat was eigenlijk een, een, ja, toch een zwakke, een zwakke jonge man. Hij was iets jonger dan uh, Jacoba en hij stond onder invloed van mensen. Die het sowieso met Jacoba niet uh, goed voor hadden, maar via Jan toch weer proberen in die graafschappen te komen. Dat, dat zou je zo zien. Doe de volgende maar. Uh, kijk, Jacoba's uh, petoom Jan van Beieren, die zou dus vijf jaar met, met Jan Holland, Zeeland en Henegouwen besturen. Dat zou op zich. Was dat nog niet zo gek? Ja, Hij de zou goede alles... tussenoplossing, eh, dat was op waar, zich he? nog wel ja. aardig, in de eerste instantie althans. Hij zou wel alle landen erven als Jacoba kinderloos zou komen te overlijden. Alleen na twee jaar, dus die Jan van Brabant, de echtgenoot van, van Jacoba, dat was ja, onder druk en geen uh, tegengas durven geven. Die verpande haar landen voor twaalf jaar aan die Jan van Beieren. Zonder dat ze het wist. En daar kreeg hij natuurlijk geld voor. Dat, ja, ja, alle inkomsten gingen dan naar Jan van Beieren. En daar was ze niet zo blij mee. Uh, in 1421 verklaart ze zelf het huwelijk ongeldig. En in 1422 werd dat inderdaad door paus Martinus V ontbonden. Dus dat zij zegt, ik kap ermee. Dat ja, ze die... zegt, je hebt me blazen, dat huwelijk de geld niet rot op. Oh, eventjes kort door de Voor bord. die tijd, Voor hoor. die tijd? Ja, voor die tijd. Was, dat wist ik niet eerlijk gezegd dat zij het initiatief ja. Ja. had genomen. Ja. Oh. Ja, het was wel een de dame. Nogal het is resoluut, hè? Ja, ik vind Dat, dat gaan dat we ook, niet doen? Ik vind dat ook wel leuk. Ik ook. Ik zeg, ik <laughs> wel. En Jan, die ging dan, uh, of die overleed uh, in 1427 alweer. En dit is het verdrag van, van Wouderingum... wat in oktober 1418 uh, dan getekend is. Dat heeft ze ook getekend. Alleen uh, die eerste, zeg maar, uh, Alinea... en die, die tweede van die twaalf jaar... stiekem uh, haar landen verpanden. Dat, dat wist ze niet. Daar had ze niet voor getekend. Dus daar gaan we en weer. En dat de paus dat ook deed. Ja. Nou ja, het, weet je, dat huwelijk... dat was al een <kwijnt> beetje doorgedrukt, want die pauselijke disbe dat waren neef en nicht en eigenlijk mochten die uh, niet met elkaar trouwen destijds, want dat, dat, dat verzwakte de bloedlijn. Ja, ja, ja. Uh, die paus is toch gezwicht en daar was ook een hoop tegenstand tegen, maar goed hij had eenmaal getekend en ja toen verklaarden ze zelf het huwelijk ongeldig en dat ja dat heeft hij gewoon toen uh, toegelaten omdat hij dacht ja, uh, hij denkt dan ben ik daar vanaf. ben ik dan, precies en wat ook nog weer is, dit is natuurlijk midden in de Hoekse en Kalbejaanse Twisten. En ook midden in het leven van Jacoba. Er was oorlog, de, de legers vochten, er was weinig aandacht voor de, voor de, voor de dijken en de bescherming van, van het achterland. En dit is de grote waard, of de Zuid-Hollandse waard. Het is tegenwoordig, voor het merendeel is dit nu de biesbosch. De, de dijken braken door in 1421. sint vloed De sint vloed en, en er waren 21 dorpen die werden gewoon van de aardbodem verzwolgen. die waren gewoon weg. En dat lag hem echt aan die hoeks en de juist te twisten. En die oorlog die nam heel veel geld in beslag voor die legers. En uh, ja dan krijg je dit soort dingen. In Noord-Holland was hetzelfde hoor. Het, het Zijpen overstroomde, er werden grote. Uh, meer uh, weggeslagen, of die, die, die vormden zich. Ze waren er al wel, maar die werden nog groter. Nee, 1421 was een slecht jaar voor, voor West-Nederland, zeg maar. En zij had daar natuurlijk haar bezittingen. Het zat, en... het zat midden in haar grafelijke titellandschap. Ja, is er bekend wat ze toen is gaan doen? Handelen? Nou, uh, dit, dit, is, uh -huh. dit is altijd verdronken gebleven. Het is eigenlijk voor een deel nog verdronken. Ja, Biesbos is water. Ja. 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 En uh, dan, dan gaat ze dus in uh, 1421 al naar Engeland. En in 1422, dan ze. Dit uh, is Humphrey van Gloucester, de tweede zoon van de Engelse koning Hendrik. Hendrik IV uit Moogd. En daar zocht ze steun bij. En dat wilde hij haar ook wel geven. Omdat hij wel geïnteresseerd was. Er was een hele rijke handel van, van wol. In Engeland liepen heel veel schapen. En die wolstapel die lag uh, in Brugge, in Gent en in Dordrecht. En die landen van Jacoba, die waren best wel heel rijk. En ze hadden ook mot met de Franse koning. Dus die Engelsen dachten: van als we nou met Jacoba in zee gaan. Dan, hebben we, uh, zeg maar, uh, de, uh, dan heersen we over die wolstapel. En we hebben een bondgenoot die aan het noorden van Frankrijk alles tegen kan houden. Dat is een heel slim bedacht. Ja. Mooi wapen ook weer ja dat is het wapen van de dus hij was uh, <tie> hij was de tweede zoon dus hij was geen troonopvolger hetzelfde eigenlijk als die eerste van haar dat was ook geen troonopvolger totdat zijn oudere broer vergiftigd werd dus het is een beetje B B, B keus wat ze kregen wel ja. tweede keus ja maar ja wat kregen hun ja dat is waar ja nou en, uh, hoe heet het, het ja het, het de middelste Alinea is eigenlijk nog uh, het, het belangrijkste. Ja. Uh, nadat uh, Humphrey weg was, uh, trok uh, Jacoba en haar moeder zich terug in Heninga. Verd waar, verd waarom verdween die Engelse prins dan? Hij kon, hij kon niet winnen hier. Hij had legers hier en uh, die werden gewoon verslagen. Dus dat ging, dat ging helemaal niet. Maar hield hij dan echt van haar? Dat is niet gezegd. Hij was meer naar haar hofdame... Waar hij ook later mee trouwde. Oh, hij de... was meegesjormeerd van haar hofdame <laughs> dan van Jacoba. Dus dat had ze ook nog eens mee. Maar goed, als we toch even beginnen met het begin. Dan hebben we Jacoba, steun van Jan zonder vrees. Ja, de, hertog, hertog van de toenmalige hertog van Burgondië. Een andere oom, Jan van Beieren, wilde haar graafschappen hebben. En, en viel graafschap Holland ja, binnen. Hij versloeg de aanhangers van Jacoba. En vanaf 1420 was Jan van Beieren eigenlijk de baas in Holland en Zeeland. Niet zozeer in de Hengouw. Jacoba en haar moeder moesten eindelijk het bestuur over Holland en Zeeland overlaten aan deze Jan van Beieren. En trokken zich terug in Hedenhouwen. Ja. En dan gaat ze dus naar, naar Engeland. naar Engeland, ja. op, op zoek naar die steun ja. en een nieuwe echtgenoot. En die hem, die, Humphrey, die had daar wel horen naar. Op zich. In overleg met zijn broerhoofd waarschijnlijk. Want hij kon het hem, waarschijnlijk, denk ik, niet zelfstandig. Zij houden in 1422. Maar. Uh, ja. Philips van Boron, die zag dat ook weer niet nee. zitten. Dat was de broer van haar moeder, overigens. Ja, dat zagen we. Ja. En die, die kwam, uh, Humphrey kwam dus met de Engels 9 naar het vasteland, maar hij werd verslagen. En hij keerde terug en liet Jacoba achter. Ja, nou. ja dat is echt een triest. Dat is en dat is drie... Ja, dat is triest, <laughs> ja. Ja, geen gelukkige liefde. En dan krijg je de zoen van Delft. De zoen is dus de verzoening. Dus ze komen tot elkaar onder druk. Jacoba wilde dit niet, maar ze kon niet anders. Waarom wilde ze het niet? Nou ja, ze wilde de zeggenschap over haar graafschappen houden, ja. maar in, in dit. Uh, uh, die Philips was ook geen lekkere jongen dan. Nee, nee, nee die wilde ook die macht hebben. Ja. En, en, en de inkomsten, laten we eerlijk zijn. Ja, dat is het, ja. Dus ze mocht zich gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen blijven noemen... ...maar de feitelijke macht lag in de praktijk bij Philips. En in 1433 deed zij uiteindelijk afstand van al haar grafelijke rechten... ...en kreeg als toost, troost de titel houtvesterinne van Holland. En dat is, daar gaan we deze kant op. Uh, de zedel van de Hollandse houtvesters was Tijlingen. Slot Tijlingen. En dat was op dat moment was dat... Toevallig, nee, niet toevallig, was dat uh, het kasteel van haar moeder. Haar moeder had dat kasteel gekregen van haar vader, Aalbrecht van Beieren. Dus uh, als, als weduwegoed, als, als erfrecht. En uh, Jacoba hebben zozeer in die, in die tijd niet gewoond, want er zat een houtvester. Maar als je die titel had, had je in ieder geval nog iets van inkomsten. En rechtsonder staat. Uh, de handtekening van Jacoba Jacques de Bavière. Zo tekende ze altijd. Mooi oh, handschrift, wel. Ja. 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 Dus dat hout gaf haar inkomen? Ja, het houtvester. Het ja. houtvesten had natuurlijk de, 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 het overzicht op, 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 op de jacht. Uh, dat de duinen beplant werden met helm. Uh, het hout wat gekapt moest worden, de visserijen. Uh, de duinen, van alles en nog wat. Ja. En dan komt zij uiteindelijk terecht bij ons aller Frank, Frank van Borstelen. Bijna in vooruit en in Sarsum hebben we allemaal een Frank van Borstelenstraat. En die komen van Bijrelaan overigens. Ja. Dat is weer het wapen van Frank. Uh, Frank die stond hoog, toch wel uh, in aanzien bij de, bij de graaf en, en, en bij Philips van hier. En als het goed is, was er tussen hun twee wel sprake van echte liefde? Nou. Ja. Zij, zij was helemaal gek van Frank en hoe gek hij op haar was, ze had niks meer, dus er moet wat geweest zijn. Nou, ik denk wel dat ze intelligent was. Ze okay. was niet dom. Nee, ze was niet dom. Dus Het ze schijnt, was... schijnt maar een. Een, ja, ja, een onderdeurtje. Ja, ze... Maar Zal ze was intelligent. Ze, ze was denk ik wel bespraakt. Ze sprak tal ja, talen. Bedoel... De talen had ze wel. Ze was mooi. Daar zijn Voor die de... tijd, denk ik. Die, die afbeelden die we staan, daar zijn ze wel van overtuigd dat die wat aangedikt zijn. Nou ja. We, we, we shoppen nu ook de foto's tuurlijk, tegenwoordig, tuurlijk. We had, uh... Maar goed, ze heeft dus de liefde toch wel een beetje gekend. Ja. Deze man had geen slechte bedoelingen. Deze man had geen slechte bedoelingen. Okay. Hij had een groot slot uh, in Sint Maartensdijk. En dat is denk ik op het volgende plaatje. Nee, dit is de huwelijksakte van. Uh... Oh, dat is ook belangrijk. Als ja, je... ja, ja, ja. Ik kan hem niet lezen. Het is te veel gekriebel en dan is het ook nog in de taal die, uh, waarvan je zegt van wat staat er. Maar het is wel de huwelijksakte van uh, Jacoba en Frank. Nou. Toch dus, mooi. Ja, de gezegel, met de, zegel, ja. de zegels. Ja, 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 ja Dus ja, ja. er waren getuigen bij. Er waren zat getuigen bij. Ja, ja. kijk. Het zijn Allemaal hoogwaardigheidsbekleders. Ja. Ja, dit, dit waren er al acht. Kijk. En dit is de slot van, het Sint van Maartensdijk. Frank van Brussel. Dit is uh, uh, Sint Maartensdijk. En dat is ook een van de redenen dat je denkt en waar de, de wetenschap uh, van denkt van joh. Uh, er wordt altijd gezegd: Jacoba heeft de laatste jaren van haar leven op Teilingen gewoond. Maar dat kan hem verborgen zitten in het feit dat zij houtvesterinnen was. En Teilingen de zetel was van de houtvesten. Maar zij heeft natuurlijk bij Frank gezeten in Sint Maartensdijk. Lekker met maar de geloof, eigen man. Geloof me. <laughs> geloof me, dat was een heel luxe uh, slot. Maar ja, wie wilde nou niet een Jacoba van Beieren verbonden hebben aan ja. zijn plek uh, aan ja, uh, ja, 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 ja. ja. Ja, dus de, ja, dit is het slot van Sint-Maartensdijk. Dus dit was uh, het, het huisje van Frank van Borstel. Dus omdat ze daar houtvest erin was, uh, wordt ze verbonden met uh, Teilingen. Ja. Maar is ze daar, te, daar is ze toch overleden? Dat gaan we zien. Oh, uh, dit, dit is, is een, mooi. ja, Wat dit is dit dit? de abdij van, uh, van Egmond in die tijd van Jacoba. We weten uit de, de graaflijkheidsrekeningen dat zij uh, zo was tuberculose. En we weten dus uit de rekeningen dat zij regelmatig op bedevaart ging naar Egmond. Oh, daar ging ze Vanuit Maartensdijk in een koetsje. Misschien... Hopen om beter te worden. Ja, daar ging ze genezing afsmijken. Ja. Daar ging ze echt ja. op bedevaart. En dan zal ze wel wat geld hebben laten rollen of, of ja. aflaten. Je weet hoe dat ging vroeger. Ja. En uh, de laatste keer. Toen maar is dat ik... daar echt, die, die foto in? Dat, ja, dat is, er, dat is er wel. Dat is er wel. Dat is er wel. En daar is ze denk ik aan het smeken. Maar het is ook weer een afbeelding die lang na haar dood gemaakt is. Dus. Oh, dan weten we het niet zeker. Nee, nee. Maar ze zal erop geleken hebben. Ze in ieder de, zal de er... houding, de devote houding ja, zal ze ja, hebben gehad. Ja, ze ging daarop op bedevaart om, om genezing af te smeken bij de heer. En, ja. uh, toen is ze via Haarlem teruggekomen op weg naar Maartensdijk. Ja. Maar ze was zo ziek. Toen is ze op het, of in het kasteel van haar moeder is ze blijven overnachten. Dus Tijlingen, slot Tijlingen. En uh, dat heeft, daar heeft ze de laatste paar maanden van haar leven wel doorgebracht. En was dat omdat ze dan sneller in Egmond was, denk je? Nee, ze was op terugweg van Egmond, Egmond. naar huis? Naar Maartenstein. Ja, ze, ze is niet verder gekomen dan Tijlingen. Ze was zo ziek. En ze kon eigenlijk niet ze meer? Ze kon eigenlijk niet. Ze kon niet meer weg daar. En omdat dat het kasteel van haar moeder was. Waar, waar ben je het beste af? Bij je moeder. Als je ziek bent. Maar was haar moeder daar nog bij? Die zat op dat moment nog in Hedenhouwen, maar die is ook deze kant opgekomen. Met haar biervader en dokters en uh, verzorgers. En, maar dat was pas na een tijdje hoor. Niet, niet gelijk meteen. Ze heeft er wel een tijdje alleen gezeten met nou ja, wie er voor handen waren. Maar haar moeder en Frank die zijn daar naartoe gegaan. En dan gaan we nog verder. De terugreis van naar Egmond, Strand. Hier komen in de zomer van 1436 op Teilingen, het kasteel van haar moeder. Ja, ja en daar overlijdt ze. Ja, op In het bijzijn van haar vader, moeder. Nee, van haar moeder, Frank van Borselen en haar biechtvader. Ja. En dat gebouw, ze is niet in de toren, want die was wel bewoond, maar. Uh, dit is een 17e-eeuwse afbeelding. Het rechts, het huis achtertuilingen, dat is een latere voorburg, die was er toen nog niet. Het huis rechts is de voormalige poortgebouw. Die uh, ontstaan is eigenlijk voor die tijd van Voorburg. En na de, het beleg van Leiden en Haarlem lag dat aardig in elkaar. Toen is er dit poortgebouw van gemaakt. Maar Aanvankelijk stond daar de eerste voorburg. Die was vrij luxueus in vergelijking met de grote toren. En daar is ze gestorven. Dus niet in de toren, maar ja, daar ja. in het andere huis. En toen heeft ze er testament op gemaakt op de laatste nacht dat ze nog leefde. En toen wilde ze begraven worden op Sint maartensdijk bij Frank. Maar, uh, hoe heet het, haar voorouders, Albrecht van Beieren en Margrethe van Brieg... Die, uh, werden of die waren begraven in de Hofkapel op de Binnenhof. Ja, in Den Haag. In Den Haag. En, ja, en daar moesten ze toch naartoe, want er waren haar voorouders. En daar dus... is ze nog steeds? Ja, maar alleen de kapel is afgebroken. Dat, dat gaan we ook zien. En ze zijn nu aan het verbouwen. Zouden ja. ze haar tegen kunnen komen dan, denk je? Ik, ik laat ah. nog even. Oh, wat zien. oh, ik ben. Oh! <laughs> wat, kijk, dit is, dit is de, de, de Graafelijk Hof. Dus je ziet hier de Binnenhof. Ja. Een ommuurde terrein, zoals het toen was. En met de, aan de achterkant de hofkapel. En meer was het in die, in die jaren niet. Uh, linksboven uh, is een haarlok, of een, een vlecht, zeg maar. Ja. En die zou van Jacoba zijn. Maar ja, je, hebt, je kan DNA afnemen van een vlecht, maar je kan het nergens mee vergelijken. Dus. Maar ze denken voor wel. En, en uh, rechts. Uh, dat was de afdekplaat van uh, uh, Margrethe van Brieg, Albrecht van Beieren en Jacoba. Dus die lagen met z'n drieën uh, zeg maar, in één graf uh, En jij zegt, die kapel is afgebroken, dus die crypte, waar die drie dames liggen, die... ze hebben, ja, weet je, in, in 18 nog wat is. Er is eerst brand geweest in 16, 1700 ergens. En toen is er al een hele hoop verdwenen en toen is die in 1800 nog wat, is dat hele ding afgebroken. Maar het torentje is er nog wel. Ja, maar is niet het torentje. <laughs> nee, niet dat torentje. Nee, want die staat op de hoek aan oh, de andere ander kant. een ander torentje. Ja, 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 ja. Ja. Nee, nou nee. ja, dat is in ieder geval een, een mooi romantisch verhaal. Dat ja. ze, maar in ieder geval Den Haag haar toch een tijd heeft mogen rusten. Ja. Maar ze had zelf liever dus bij Frank in de achtertuin gelegen. Nou ja, waar dan ook. Maar, Frank zal ook een kapel gehad hebben bij is, de slot. Is dat kasteel Sint Maartensdijk er nee, nog? Staat dus niet. dan was ze ook geruimd. Ja, dat had ze ook geruimd geweest. Zoals alle graven tegenwoordig wel geruimd worden, ja. na verloop van tijd. In, in, in Rijnsburg is ook niet veel meer. Die, die graven van Holland werden aanvankelijk bijgezet in, in Egmond, later in Rijsburg. en nog later in de Abdij van Middelburg. Nou, probeer er maar wat van terug te vinden. Dat gaan we niet doen. Nee. Uh, wat, wat is er nu nog over van uh, ja, Jacoba? Ja, wat is er nog over? Nou, links, eens. links zien we de eerste poster van het eerste jaar dat de Keukenhof geopend werd, 1950. En wie zien we daar? Uh, Jacoba. Het huis Keukenhof, dat is pas in 1640 gebouwd. Waarom dichten ze dan haar toe aan Keukenhof? Waarom hebben ze er gepikt? Uh, als je hier slot hebt. hebt, ja? één. Eén strandwal verder, dat was een hele brede strandwal, eigenlijk de voorzetting, de voortzetting van de voorhoutergeest, en die ging helemaal naar Hillegom en, en Lisse. Ja? Die heette het Keukenduin. Oh. En uit het Keukenduin haalden de de koks van Tillingen, van Slot teilingen dus uh, eigenlijk alles wat ze nodig hadden voor het eten, dus. Uh, en er werd een regen geschoten, een, een konijn of, of een vos of weet ik veel wat. Er werden kruiden en, en groentes verbouwd. Dus daar komt de naam keukenduin vandaan. Alles voor de keuken kwam uit dat duin, maar dat liep door tot aan Lisse. En, en de keukenhof, want dat is dan ook wel weer apart. Uh, de keukenhof wat nu het tentoonstellingsterrein is, was vroeger de, de Engelse tuin van Zandvliet. Dat was een andere buitenplaats. En in 1800 nog wat heeft de toenmalige eigenaar van Keukenhof dat overgenomen. En later is daar het, het tentoonstellingsterrein opgekomen. Maar dat kasteel was er dus al wel? De tuin, nee. Ook het kasteel niet? Van wanneer is het kasteel dan? Van 1640. En dat oh. weten we, want die is gebouwd door Adriaan Maarten Soblok. En dat was de grootste laaierlichter van de VOC in het begin van de 17e eeuw. Die heeft zijn zakken gevuld in, in Oost-Indië, zeg maar. In, uh, eigenlijk, uh, hij, was, hij was gouverneur van, van, van de Ambon. Oh. En in Ambon had je uh, een eilandje, en dat heette Pulo Run. En op Pulo Run groeide, de al, was het enige eiland waar uh, noodmaskaat groeide. Oh, en dat was veel geld waard. Dat ging 30.000 keer over de kop ja. hier in West-Europa. Ja. En dat was eigenlijk van de Engelsen, hadden dat veroverd op die inlanders. En hij verjoeg die Engelsen. En hij zei, onze Adriaan. Euh, ik heb de hele voorraad verbrand. Wat ik daar gevonden heb op dat eiland. Maar hij had het doorgesluist naar het eiland ernaast. Pulo Aai. En, en in 29 gaat Jan Pieter Sankoenen komt te overlijden. dat was zijn maatje. En. Hetzelfde jaar wordt hij weg, weggeschopt daar, want ze wisten dat een laaierlichter was. Hij heeft al zijn geld meegenomen naar Lissen, dat heeft hij ook allemaal opgemaakt. Hij was voor Lissen heel goed. En, maar al die, dat geld van, van die noodmiskaat van, van, van Poelowij... In 1643 laat hij een boerderij bouwen in de toen net drooggevallen Poelpolder. Weet je hoe die boerderij heet? Poelowij. Nou, dan weten we genoeg. Dan weten we genoeg. He? Maar iemand heeft dus op een dag bedacht, wat dichter uh, uh, de, dat hele keukenbosverhaal, keuken aan Jacoba toe. Wie ja. heeft dat verzonnen? Ja, dat weet ik niet. Gewoon iemand dat, dacht, dat is wel leuk. Die het huis, in. Hij woonde, uh, die Maarten Blok, Adria Maarten Blok, die woonde zelf op Rozenburg in het dorp zelf met ja. zijn gezin. Hij heeft een gestiltje keukenhof laten bouwen voor zijn metresse en zijn twee buitenechtelijke kinderen. Dat is toch aardig op. Een leuk optrekje. Alleen was, toen, een hele lieve meid was dat waarschijnlijk. <laughs> Hij zal er best gek op zijn. Lieve mooie meid. Alleen de torentjes die, die stonden er toen. Het was eigenlijk een vrij vierkant huis aanvankelijk. Maar het mooi plekje. Ja, er zijn toch? natuurlijk torentjes en, en dingen en, ja, en, en allemaal tegenaan verhouding. gebouwd. De tegenwoordig ziet het er heel leuk uit. Maar toen was het vrij rechtoe recht, recht aan. Maar Jacoba die wordt inderdaad nog steeds. Uh... Ja, als je binnenkomt in de Keukenhof, dan heet ze je welkom. Het was het eerste bloemenmeisje van Keukenhof. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, het is eigenlijk een beetje. Dit is afsluiting voor het verhaal van, van Jacoba. Dan eindigt het toch nog positief en blij. Ja, natuurlijk. Bedoel. Dus nou ja, wat wel leuk is van iemand die zo jong is overleden, dat zij toch nog elk jaar te zien is. Ja. Uh, ze is niet. Dood tussen aanhalingstekens. Souvenirs kan je in Keukenhout ja, kopen leeft van voort. Jacoba. Ze rijdt mee op Corso. -Harens. En hoe heeft ze dat nou voor elkaar gekregen? Ja, dat is de nagedachte. Dus ja. Zij heeft toch tot de verbeelding uh, gesproken. Precies. Ja. En daar zal een reden voor geweest zijn: sterke vrouw, moedige vrouw, ja. zelf een echtscheiding aangevraagd. Ja. Nou, het goed, nee, aangevraagd. Ze heeft gewoon het huwelijk <laughs> zelf ontbonden. Oh ja, maar goed, de paus zei: oké, okay, oké. <laughs> ja, oké, okay, die die als de paus het goed vond, dan was je spek ja. open vroeger. Spraakmakende vrouw. Ja, zeker. Zou ze in deze tijd ook wel geweest zijn, maar nu is het een hele lieve dame. Ja, ach, we zijn gek op het toch. Ja. En ze heeft een, uh, middels het kasteel van haar moeder Teilingen natuurlijk toch, toch een binding hier met de Bollenstreek. Zeker. En uh, als het weer keuken of is, dan loopt ze daar weer folders uit te delen. Dus <laughs> dat wist ze toen niet, maar dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja, wist ze toen niet. Maar ze ziet er nog steeds mooi uit. Ja. Ik vind het een mooi verhaal. Dankjewel. Dankjewel, Je wel, Aad, weer. Graag gedaan. Dat was Jacoba. En Dank te wel, zien Jacoba. in maart, hè, bij uh, Theater Teiling. Of in mei, mei. sorry. Ja. Een hele week lang of nog langer. Ja, best wel heel lang. In het onderdak is Hassenheim. Ja. De Gravin de... Van, van Holland. En daar speelt jouw kleindochter? Mijn nichtje. Of je nichtje? De middelste Jacob. De middelste Jacob. Ja, ja, want niet gekke woorden. Is, worden, is nee. toch leuk? <laughs> Hè? Ja. Dank de nogmaals. Holland. Dank je En nu thuis, dank voor het kijken. Dit was Bollestreek van Toen voor vandaag. Tot volgende week.